Het programma Wie is de Mol gaat weer van start voor de 5e keer. Dit keer met BN'ers en met het gegeven dat het misschien wel het laatste programma van Angela Groothuizen bij de AVRO is. Het is een soort thriller, psychologische thriller. Een beetje drama zit erin en het is natuurlijk toch reality. Maar dan zonder de ranzigheid. Wie is de Mol drijft al jaren op het onderlinge wantrouwen van de deelnemers. En zeker nu een bonte stoet bekende Nederlanders elkaar de loef probeert af te steken, is dat natuurlijk het recept voor hoge kijkcijfers. Iedereen houdt al van een wijntje en een biertje. Nee, ik heb niet het idee dat er nou ontzettende sportievelingen waren. Waar heb ik in de Nederlanders, joh? Al nee. Plaats van handeling is dit keer Australië, waar Wie is de Mol ooit is begonnen. Ook dit keer draait het om de ontmaskering van die ene saboteur. Maar dat moet natuurlijk geheim blijven tot de laatste aflevering. Ik ben de Mol. Als er nou ooit een programma is dat je echt met elkaar maakt, is dat dit. Dus iedereen heeft er ook belang bij om er niet over te praten. De deelnemers kennen elkaar allemaal van radio en televisie. Maar dat wil niet zeggen dat ze elkaar ook mogen. De spanningen lopen vanaf minuut 1 hoog op. Ik ga echt stoppen. Ik vind jou stoppen. En wel irritaties geweest. Maar ja, dat is ook niet zo gek als je 3 weken op elkaars lip zit en totaal geen privacy hebt. Maar er zijn volgens mij vooral vriendschappen ontstaan. Ook deze 5e serie staat onder leiding van opper-Akela Angela Groothuizen. Alleen, Angela werkt niet meer bij de AVRO en ze zal de serie vanaf de bank moeten volgen. Ik was heel lang alleen op het schip en nu waren er meer. En toen werd ik afgezet bij de eerste misdaad. Dat is natuurlijk wel zo. Misschien prikken ze me nog eens op, ik weet het niet. Nou ja, oké, we gaan nog niet roepen schande, maar dat is het wel. En zeker als je er nu weer hoort praten en een vrouw die zo'n eigen stijl heeft. Weet je, het is geen presentatrice, het is iemand die zichzelf is en daardoor op een goede manier dingen weet te vertellen. Vlees en bloed. Juist, dat je denkt, kom op. Dit programma, dat loopt toch ook als een trein altijd al? Ja, ze heeft eigenlijk alleen maar hits gehad. Denk terug aan De Uitdaging of Seks met Angela. Het is altijd alleen maar goed wat ze doet. Dus ik geloof dat de ondernemingsraad boos op bestuur van de AVRO, als ze dan toch boze brief aan het schrijven zijn, moet ze dit meteen maar even mee.